Breda Nu. Je weet het meteen. Staatsbosbeheer gaat de gemeente Breda ondersteunen op het gebied van toezicht en handhaving in het buitengebied. De toezichthoudende medewerkers van Staatsbosbeheer zijn daartoe opgeleid als groene BOA's, oftewel buitengewoon opsporingsambtenaren. Vandaag tekenden Staatsbosbeheer en gemeente Breda de samenwerkingsovereenkomst. Nou, u bent al een tijdje buitengewoon opsporingsambtenaar bij Staatsbosbeheer. En er is nu een samenwerkingsovereenkomst getekend om hier nog intensiever mee samen te gaan werken met de gemeente Breda. Was daar een specifieke aanleiding voor? Ja, daar was een specifieke aanleiding voor. En dat was dat Staatsbosbeheer steeds minder budget kreeg om met toezicht en handhaving bezig te zijn. En de gemeente Breda vond dat ze ook meer toezicht in het buitengebied moesten hebben. En ja, toen hebben wij de schouders eronder gezet en dan zijn we gaan samenwerken om met de twee partijen, de Staatsbosbeheer en de gemeente Breda, toch te kunnen zorgen zeg maar, dat er voldoende toezicht en handhaving in het buitengebied plaatsvindt. Via dit contract krijgen we te maken met de groene BOA's. Dat is weer apart van andere BOA's die mensen misschien vooral kennen. Kunt u daar misschien wat verschil daarin uitleggen? BOA staat voor bijzondere opsporingsambtenaar. En die hebben allemaal verschillende bevoegdheden. Dus je hebt dus verschillen. Sommige BOA's die zitten heel erg op het op afval of veel meer op parkeeroverlast. En de groene BOA's die zitten dus echt op de milieudelicten, geluidsoverlast, de honden. Dat zijn allemaal punten waar zij wat meer aandacht aan geven. En in Breda zijn er weinig mensen die echt die opleiding hebben gevolgd. En daardoor zit er toch een soort hiaat bij het handhaving in het buitengebied. En de groene BOA's samen met Staatsbosbeheer kunnen we dat hiaat daarmee gaan opvullen. Staatsbosbeheer gaat voor de gemeente Breda het toezicht en handhaving op de gemeentegronden ook verzorgen. Dat deed ze natuurlijk al op haar eigen gronden. Maar nu voor het hele buitengebied van de gemeente Breda is Staatsbosbeheer door deze overeenkomst bevoegd om toezicht- en handhavingstaken uit te voeren. En dus hebben we nu echt een regulier toezicht in het buitengebied. En lopen mensen echt het risico om gepakt te worden als ze iets doen wat niet door de beugel kan. En dit ontbrak ook nog echt in de gemeente Breda? Ja, in Breda werkten we eigenlijk met een soort piepjesysteem, zou je kunnen zeggen. Als mensen bellen of een melding deden online, dan hadden we wel toezicht- en handhavingsmensen van de gemeente zelf die daar naartoe gingen. Maar we hadden niet een soort surveillance, reguliere surveillance. En die hebben we nu wel. Staatsbosbeheer gaat gewoon de rondjes maken door het buitengebied. Houdt de ogen en oren goed open, zodat we precies weten wat er gebeurt. En als ze dingen constateren die niet door de beugel kunnen, kunnen ze daar of zelf een bon voor uitschrijven, of staan ze in direct contact met de politie of de gemeente om de goede opvolging eraan te geven.